Welkom bij een nieuwe aflevering van Limburg van Boven, waarin we kijken naar de markante kastelen die in Limburg te vinden zijn. Iets ten westen van het dorp Gratum, in de gemeente Leudal, ligt kasteel Ten Hove. Volgens overlevering zou er op de plaats van het kasteel in 1210 al een versterkte burcht hebben gestaan. De gewelven in de kelder van het huidige hoofdgebouw zouden restanten bevatten van deze voorloper. De eerst bekende bewoner van kasteel Ten Hove zou de ridder Geurt van den Bongert zijn geweest. Het huidige hoofdgebouw is uit het begin van de 17e eeuw en is waarschijnlijk gebouwd door jonkheer Willem de Borman, heer van Gratum, en zijn vrouw Margaretha van Waas. Op een gedenksteen in het kasteel is hun familiewapen terug te vinden. Kasteel Ten Hove bestaat uit een rechthoekig, bakstenen hoofdgebouw met haaks erop een westvleugel en aan de noordzijde een nederhof. Een soort boerderij waarin oogst van de landerijen werd opgeslagen. Rond 1680 is aan de binnenhof van het hoofdgebouw een poortgebouw en een rechthoekig hoektorentje gebouwd. Dit torentje op de nok van het dak van de poortvleugel noemen ze een dakruitertje. Opvallend zijn ook de vensteromlijstingen uit natuursteen. Die zijn in de 18e eeuw aangebracht. Het hoofdgebouw, de westvleugel en het poortgebouw met hoektorentje zijn gedeeltelijk omgracht. Oorspronkelijk waren er twee grachten om kasteel Ten Hove. In 1925 komt het kasteel in handen van een Gratumse boer die het gebruikt voor de opslag van de oogst. Een kleine 10 jaar later wordt het verbouwd tot klooster. Kasteel Ten Hove is zelfs een tijdje kleuterschool geweest. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog raakt het kasteel zwaar beschadigd. Het staat jaren leeg en raakt in verval. Begin jaren 70 van de vorige eeuw knapt een verzekeringsmaatschappij het op. In de jaren 90 komt kasteel Ten Hove weer in particuliere handen en wordt het verder opgeknapt. In een deel ervan zitten nu appartementen. We verlaten Gratum en gaan met de drone op weg naar een ander markant kasteel in Limburg. Die kun je zien in de volgende aflevering van Limburg van Boven.